bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, we gaan vandaag de vissen voor Dave ophalen. Ja, we hebben Mr. Chang, hè? Ja, Mr. Chang, want daar moeten we even wat schepnetje meenemen, want die is kapot. Ja, schepnetje bij Mr. Chang is kapot. Ja, schepnetje is kapot. Dus we gaan bij Mr. Chang twee vissen halen voor Dave. Ja. We hebben volgens mij wel meer dingen te doen. Nou, ja, ga gauw. Dus let's go. Nou, we gaan even kijken. Zal achterover zijn? Probeer het eens. Nee. Nee. Oké, we gaan ervoor. Ik kan misschien een hoogte maken. Nou, dan lopen we even zo. Kijk. Ja. Hij loopt redelijk recht ook, hè, dat glas. Ja. Kijk, en de visjes zwemmen er al mooi. Hallo jongens. Een beetje mazzel is ook wel lekker het leven. Yes, we zijn bij. En het, volgens mij is het al ietsje droog. Ik moet natuurlijk geen slapende honden wakker maken. Bel jij aan bij meneer? Ja, ik bel aan. Heel goed. Daar is meneer al. Is die meneer er al? Ja. Oké. Okay. Meneer Chang. Ja, straks hier. Ja, hij gaat open doen. Heel goed. Hebben we nou drie netten mee? Ja, dat doen we allemaal steken. Allemaal steken. Ik ben er helemaal klaar voor. Jullie ook? Ja hoor, we zijn klaar. En laat ik jullie het vangwerk doen. Waarom zit je nu met z'n op? Een nieuwe poes? Andere poes. Een dode doodkitten. Dead kitten. Dead kitten. Ja, toch een nieuwe. Ja, die was niet goed. Die hebben we teruggebracht. Nee, die is niet goed. Wat was niet goed dan? Het geluid was niet goed. Oh, het lijkt mij dat het juist heel goed. Ja, nee. Dus we hebben een nieuwe besteld en die komt morgen. Dat is 4 dagen toch? Niet zo vies kijken. Week 24, kijk, toch? Vies naar mij. Week 24 zou die komen. Nou, hij moet wel zeker een grote tuin. Waar is hij niet buiten geweest? Kan ook. Nee. Heb je even? Ping pong, ping pong. Ja. Ja, de deur gaat open. Kom, we gaan. Kijk, heel goed. Heeft u een emmertje toevallig? Emmertje voor water? Ja, emmertjes. Die hadden we... Nee. Hé, emmer, waar is die emmer nou gebleven? Nee. Oh, die emmer heeft hij toen meegenomen. Even kijken. Kijk jongens, het gaat om. Ik ga het eens even aanwijzen voor jullie. Ja, om die grote bruine. Ja. En die ene grijze met die twee rode vlekjes aan de zijkant. Ja, dat was het. Ja. Ja, dat zijn mooie jongen. Dus het zal die zijn. Doe maar eerst even een keertje omspoelen. En die daar, die grote bruine. Super. Ja, dan mag deze, mag je. Heel goed. Nou, dat is al wel redelijk vol nu. Ja. Dan zet je vast één volle emmer neer voor een zak dadelijk. Ja, nog één. Die kan nog. Ja, die vissen die weten natuurlijk nu al dat wij ze gaan vangen. Ja, zo hè. Zo. Deze kan zij niet. Oké. Oké, even de emmer voor de zak. Ja. Emmer voor de zak. Heel goed. Dan is deze voor jou. Ja. Oké. Oh. Misschien is die andere handiger. Is die andere, want die gaat wat minder gevoelig. Oké, okay, nou. Nee, deze is voor jou. Oh ja. Jij moet ook aan de slag. Oh ja, oh ja. Ik ga deze kant aan de slag. Ja. Jij moet ik aan de slag? Alright guys, het moment suprême. Het broek wordt heel vies, maar het was tegen gisteren. Oh, ik dacht een debat. Ja, een vertekend beeld. Ja. Nee, dat is een makkie, hè. Dat zou wel heel lekker zijn. Ja, dat zou wel echt wat zijn als je een keer hebt. Als jij een klein beetje daar gaat staan, aan de andere kant van meneer. Ja. Hier weg, dus jij is daar weg, dan gaan we die kant. Goed idee? Ja, hier toch? Dus jij die grote daar? Ja, die grote gele. Ja, die kan op deze kant opjagen, ja. Ik heb een heel
ons weer schep met in. Ja, dan moet je langzaam. Ja, gewoon rustig gaan. Je moet gewoon alleen maar. Rustig gaan, alleen maar wiebelen. Alleen maar wiebelen. Je kan het wiebelen door alleen maar zo te doen, hè? Ja, som jij. Ja? Ik ga even een ander vangen. Dat is grijze volgens mij. Dit is die grijze. Wow! Je hebt die grijze, Dave. Ja, we hebben er één. Ja, dat is niet makkelijk. Oké, nou, som er even heen. Bobby er even heen. Ja. Je moet oppassen dat je niet uitglijdt. Ja. 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 Ja, helaas. We zitten toch? Gaan we hem al meteen in de zak, ja? Nee, dat springt eruit, gast. Ja, springt. Jo? Hij springt eruit, gast. Echt waar. Het is helemaal een beetje nat. Ja. Oké, nou. Dat is goed. Zo, rustig aan. Nou, dit is dus mooi. Oh, is het vast. Ja, doe jij je schep op de grond, leggen maar. Ja. Dat ging heel makkelijk. Zakkie. Hij kan er anders uithalen. Ja, we kunnen een beetje water hierin, hè, Bobby? Ja, schep het erop. Ja. Ja, pak er nog een emmertje water. Ik kan het zo even meer eigenlijk. One. Two. Loop zo je schoen in. Oké. Okay. Nou, okay. Loop zo je schoen in. Ja, oké. Okay. Ja, zo. Nou, ja. Zo meteen nog even lang houden. Ja. Oh. En de eerste zit in de zak. Kijk. Heb je nog water nodig? Even thee. Als ze geen water nodig hebben, echt. Ja, we hebben de volgende vis hebben nodig. Even deze. Ja. Deze is prima. Ik heb hem gewoon. Dat is al te laat. Zit al in je sok. Ja, heel goed. Elastiekje, touwtje. Oh, jij kan het ook blazen. Oh, is goed zeg. Dat is een blaaskoning. Leuk broek. Flauw gevallen. Is nog water? Oké. Even het elastiekje of touwtjes. Heeft al. Heeft hij al? Oké. Okay. Zelf ja. Nou, dit is dan mooi. Nummer 1. Nummer 1. Dat is goed, kijk. Goed toch? Dit ging goed. Nou, nu die graande. Paps. Ja. Oké, die kun je gewoon rechtop zetten dan. Wauw, een mooie vis. Oké, die ligt goed. Ja hoor, ik ga hem nergens heen. Oké, ik ga weer. Zit de knoopje goed? Ja, dat is makkelijk. Oké. Nou, volgende. Oké, volgende. Ik ga verder met de. Ja, in de bakbodem de schep er neerleggen. Ik moet er langs. Juist. Oké, bodem in. Emmer, daar. Ben je nog wat in? Neem je schoenen. Oké, ik heb nog een emmer. Kijk, hier. Ja, bij mij zijn mijn schoenen dus. Wat is het? Kun je wat zitten? Ja, een beetje. Oké. Kijk, nou, dan mag het water uit de bak. Kun je eruit naar lopen? Laat
pouwtje hebben? Wil jij die pakkenbon drinken? Ja, ja. Oh, deze? Wat? Ja, ja, een touwtje. Dit is een touwtje. Ja, snack. Willen jullie nog meer? Nee hoor. We zijn goed op dreef, wou je zeggen. We hebben de smaak te pakken. Gaat snel deze keer. Ja, gaat goed hè? Ja, ja, we hebben een beetje geoefend. Deze hoek was gewoon beter. En dat is niet handig, hè? Ik kijk niet weg. Stelpjes maken ze maar. Hoe moet je hem drukken volgens mij? Nee. Nou, dat ging hartstikke mooi. Ja. Zie je dat in de winkel leggen ze altijd zo'n knoopje erin en ben je klaar? Ja, maar ja, dat is de winkel, hè? Ja, winkel. Ik krijg het niet voor elkaar. Ik zou even ziek hier. Nee, daar ben ik. Ja, dat is wel groot, hè? Zo. Is dat handig? Ja, dat is handig. Want als die dan open springt, dan hebben ze tenminste in de bak. Nee, maar ik bedoel... Ja, ja, is handig. Zien ze elkaar? Ja, knoopjes heel goed. Nou. Zo. Nou. Super. Top gedaan, jongens. Snel. Snel, hè? Oké. Nou, ben je de helft? Ja, ga er deze. Oh ja, helft kwijt. Nou, dat is lekker. Nou, als je gratis weg gaat, dan hoor ik het wel. Oké, loop jij maar kijk naar je rug. Goed. Meer dan pres. Moet ook nog een beetje. Wat zeg je? Minder dan pres, mag je. Oké, voor nu is het even goed. Dank u wel. Oké, zo. Dat zit er, ja. Is goed. Hey, prettige zondag. Ja, succes. Ja. Dank u. Zo. Ik kan er zo in schuiven. Ja, pardon. Ja, oh. Dankjewel. Zo. Ja, laat ik daar nou net vandaag zin in hebben. Dan ben de sushi. Ja, zeker sushi. Zo. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, hop, andersom. Ja, nu zo, ja. Heel goed, dat ging lekker toch? Ja, dat ging prima. Ja, ja, ervaring. Ja, genoeg spullen. Ja, genoeg en goede spullen natuurlijk ook. Oh, hoe komt het? Ja. Ja, die wil ik wel hebben. Die zal mijn stiefvader. Huppatee. Ja. Zwart is even. Ja. Okay. Deze kan ik alleen niet tillen. Nou. Hup. 1, 2. Oké. Okay. 3, 4. Hup, daar. Oeh. Oké. Okay. Kauw. Deze moet er even terug in. Wacht even. Kijk hoor. Zo. Ja. Deur dicht. Alright. Okay. There we go. Net je niet tegen je kleren aanhouden, dan ben je nog verder nat. Lukt het, jongens? Ja hoor. Is het zwaar? Ja. Ja, zeker. Kun jij de wegwijzer, Bobby? Ja. Kun jij de deur maar open, Bob? Ja, ik wel. Daar ligt het al. Ik vind het wel een betere oplossing. Normaal gesproken moet ik altijd tillen. Dan hoop ik dat de opnames ook goed zijn. Ik denk het niet, maar ja. Dave heeft nog alle vertrouwen in mij. Ja, dat heb ik al lang opgegeven. Oké, okay, nou. Buiten waarschijnlijk. Oh, dat is echt lekker warm.
maar we gaan. Nou, zak erin. Ja. Ja, dan ga je het tillen, denk je. Ik heb het zelf voor degene die het voor me aandoet. Dat is een nek. Nou, zo zit het. Dat valt mee. Dat is één. En die wordt gelijk helemaal wild. Dat is groot hoor. Ja. Hij schrikt ook zo leuk. Nou, even laten liggen. Even acclimatiseren. Nou, even een kwartiertje. Ja, is nodig. Ja, zeker. Ja, 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 buitentemperatuur is buitentemperatuur, maar ik kan geen water even. Even een kwartiertje wachten, hè. Dus even kunnen we. Ja, weer even een bakkie. Weer een bakkie. Jeetje, wat vervelend. Even vanuit binnen kijken, want het is een beetje slecht weer. Kijk, die anderen die komen al gewoon kijken. Die komen kijken, zie je dat? Mm-hmm. Hoi, hoe mooi. Kom je erin? Wil jij nou limonade? Ja, graag. Kijk, die grijze zit een beetje in die zak te happen. Ja, die grijze vindt het wel leuk. Ja, hij denkt, hé, nog een grijze. Ja, er zit al drie grijze. Ja, zit mijn broer. Er drie grijzen zit er drie grijzen in, ja. Ja, want je hebt de ene van Jart, dan heb je die eigen van hem en de van hem. Ja. En van de Chinees. Ja, ja, ja. Ah, het is koud! Ja, nou. Ja, hop. Ja, het water liep er zo in. Ja. Het loopt er niet zo makkelijk uit. Nee, ik krijg ook niet zo makkelijk in spullen. Grote schoenen, joh. Ze lijken heel goed. Pop. Nou, het moment. Ik wil eerst jammer dan. Nou, dit is wel. Ik zeg dat het naar warm is. Nee, ja. Heb je nog een jas aan? Ja, koud. Het is koud. Dit is wel een grote vis, hoor. Ja, voor mij wel. Het is toch wel schoon water, vers water. Oh, het drijft gelijk op z'n rug. Het is wel een jokker, hoor. Ja, dat is zeker een grote. Hey, het is vergeleken met mijn ginger. Wat een ding, hè? Hij denkt alleen maar dat hij daar kan of zo. Ja, die gaat zelf wel zwemmen. Hey, hallo. Ik ben nieuw hier. Ze zijn niet schokkerig. Ze zitten nou toch heel dicht op. Nee, dan moet je zo naar de onderkant trekken. Dat gaat echt niet goed. Niet vastgemaakt zoals ze het in de winkel doen. Nee, maar goed. Daarom is de winkel een winkel. Daarom ben jij Dave. Ja. Daar maar binnen, Stephanie. Ga terug. Naar de plaats. Mag blijf hier gewoon zitten. Een shock. En ze zijn bang dat ze dat groenfilter opgezogen worden. Ik denk dat ze sushi zijn. Ja, en die gaat wel daar gelijk ja. Toe. Maar ik vind dat zo onzin dat het water binnen in mag. De vis komt ook uit dat water. Als je ziektes hebt, dan krijg je ze door. Kijk. Ja, misschien heb ik een ding, hè? Hij blijft er allemaal lekker omheen, zeg. Hij denkt alleen maar dat hij daar naartoe mag, denk ik, of zo.
Ledenvis blijft wel laag, hè? Die andere misschien worden klopt. Ja, maar die was net ook hier. Die heb ik jou gesnappen. Hé! Allemaal hier. Kom dan. Onze vissen reageren op als je altijd water zit te komen. Ja, ja, gaat zo meteen ook komen. Ja. Ik ben wel blij mee dat ze groot hebben. Allemaal kwijt. Ja, de grote bak. Gaat ze precies onder het ding zitten. Kijk. Kijk, hij heeft een snorharen, zeg. Kijk eens eventjes. Ik heb een snorrie. Je hebt een snorrie, hoor. Mr. Chang. Hoe kan hij zo'n grote snorhaar hebben? Ja, die manier hebben we hele grote snorhaarvissen. Die anderen hebben dat niet eens, zie je dat? Nee. Over het randje heen. Bob, ja, nee, ja, nee. Hij is natuurlijk daar al even naartoe gezongen, dus... En ja, zo'n, dit is zo klein. Kan hij even lekker bijkomen? Dit is zo klein, ik wil groter vinden. Hij heeft allemaal... Kom op door. Deuk zo'n grote vijver, gaan we met al die vliegende meisjes zitten. Ja, mooi. Ja, cool. Heel cool. Leuk voor het raam ook. Ja. Dat we het raam moeten maken. Ja, maar die gaan vanzelf wel weg. Ze moeten er gewoon even aan wennen. Nou is dit wel de max. Dus dan moet ik ze daar ook even die max meteen instellen. Hoe doe je de max? Het hoogte niveau van het water. Oh. Dit is echt de maximale hoogte dat hij mag hebben. Ja, want daar loopt hij bijna over. Oké, dan gaan ze eroverheen. Ja, als er één gaat, gaan ze allemaal. Dat zijn net schaap hoor. Oeh! Heel weg. Alleen je. Kijk. Met de gele ziet dat hij dit ook gaat. Ja. Dat zou ik niet doen. Misschien komt het er tot net erop ligt in het water halen. Ik wil gewoon een duwtje geven. Even lekker acclimatiseren. Ja, 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 nee, ja, nee. De wit is nu ook weg. Nou, die zitten daar zo op de lagon diep gezicht. Die zit ook achter die nieuwe. Dat is toch verkennen, hè? Bij een nieuw iemand. Kijk, daar gaat hij. Nou, nou kun je de doek doen. Dat doet hij dan ook graag. Wat is dat voor pijpje? Dat is de overloop. Dus die ga ik even aftekenen. Dan heb ik de hoogte goed. Dan staat nu mooi voor Max. Ik moet een keer zo op maat maken. Dat is zeg maar de regenwater, dan gaat hij daar eruit lopen. Want anders zou je vijf overstaan. Hebben we nooit? De meeste mensen laten dat zo wegstromen. Maar ik wil het weer professioneel hebben. Goed, vis zit er weer in. Ja. De hele ochtend regen, zelfs tijdens het vangen. En nu is het zo goed als droog. Ja. Maar goed, het is zoals het is. Wij gaan nog even gauw wat boodschapjes doen. Ja. En dan op naar huis. Ja. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!